Mijn naam is Shifar Abdulaziz en ik doe de studie BME, dat is Bachelor of Music and Education, aan het Conservatorium Suriname. Ik ben vierdejaars student en ook dit jaar heb ik dus het geluk om te mogen afstuderen als alles goed zit. Ik ben begonnen als percussionist en op een gegeven moment wil je steeds verder gaan met muziek. En op een bepaald punt van mijn leven had ik dus door dat ik echt professioneel bezig wilde zijn met muziek. Dus niet alleen maar als hobby, maar echt mijn levensberoep van maken. En toen heb ik dus besloten om me in te schrijven aan het Conservatorium Suriname. Verhuizen ben ik percussionist. Maar hier aangekomen heb ik dus kennis gemaakt met verschillende aspecten van muziek. En vandaag doe ik dus veel meer dan percussie alleen. Ik sta voor de klas, ik geef muziekles. En vaak maakt men de vergissing dat als je goed bent in een bepaald instrument, dat je ook automatisch een goede vakleraar wordt. Maar dat is het dus allang niet. Er zijn nog heel wat andere aspecten die erbij komen kijken. En dat alles wordt je dus hier aangeleerd aan het, op het Conservatorium Suriname. Terugkijkend, ben je blij dat je het hebt gestart, deze opleiding? Ik ben heel blij dat ik ben gestart, want anders was ik waarschijnlijk gebleven waar ik was. En was ik dus tegen een soort plafond aangekomen. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan en het heeft natuurlijk meerdere deuren voor me open gedaan. En ik heb nu ook heel wat studenten die van me leren, dus dat draagt zeker bij aan de ontwikkeling van onze Surinaamse muziek vooral. Wat zou je willen meegeven aan jongeren die een beetje aan het pingelen zijn met muziek, maar er nog niet echt een keus voor hebben gemaakt? Nou, ik ben er 100% zeker van dat er een aantal jongeren zijn die twijfelen. Want van huis uit krijg je vaak, ja, is toch maar een hobby. Hoe ga je je centjes daarmee verdienen, weet je? Ook ik ben opgegroeid met zo'n opvoeding in principe. Maar ik geloof erin dat als je 100% inzet en in plaats van 8 uur voor een baas werken, 8 uur stopt in je muziek, dat je gewoon super goed wordt en dat je daar echt ook dik aan kunt verdienen in Suriname. Vergis je niet, er zijn mogelijkheden en ook buiten Suriname. Dus het is zeker de moeite waard om je in te schrijven en je te laten specialiseren in muziek.